Door de droogte van afgelopen zomer is het zoutgehalte hier bij het IJsselmeer en aan dijk nog nooit zo hoog geweest als nu. Wij gaan vandaag de proef op de som nemen en vullen 2 petflessen, eentje met IJsselmeerwater en eentje met kraanwater. En gaan kijken wat de gevolgen zijn van het hoge zoutgehalte. Omdat de concentratie zout zo hoog is, is er deze week geen water gewonnen voor drinkwaterproductie. Maar is het ook te proeven? We gaan naar Amsterdam om te spreken met de watersommelier. Dit is dus het Andijkse kraanwater. Proeven? Ja, we gaan het proeven. Daar gaat hij. Op de gezondheid. Valt iets op? Ja, er valt op dat er inderdaad, je proeft iets stroefs aan je tong. Ja. Dat kan de hardheid zijn van het water. Het mondgevoel geeft iets aan. Het is niet glad. Ja. Water met een heel laag mineraalgehalte, dat is meer gladder, ervaar je dat. Om nou te zeggen dat het echt heel zout smaakt, nee, dat niet. Nu het IJsselmeerwater. Ja, spannend. Ik proef heel veel bodemsmaak, laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut. Dat is wat je er gelijk uithaalt. Een hele rare, troebele smaak. Ja. Maar proef je nou hier ook heel erg veel zout? Niet per se. Kan dat kwaad, de zoutwater? Kan kwaad, absoluut. Wanneer we daar te veel van binnenkrijgen. Zout is niet goed voor ons. We hebben daar met elkaar afgesproken wat de norm is. En wanneer je alleen al door het drinken van water behoorlijk aan je gehalte gaat komen, ja, dat is natuurlijk niet goed. PWN laat in een reactie weten voldoende drinkwater op voorraad te hebben. Wel staan er boten klaar om eventueel zoet water uit andere delen van het IJsselmeer aan te voeren.